Hi guys, we waren net bij de carnaval. We gaan nu mijn andere tante ophalen, want we moeten de bus halen, want we willen naar Camden. Camden Town? Market. Oh, Camden Market. Ja, van Camden Town. Camden Town, Camden Market, daar willen we naartoe. Als we kunnen de bus pakken. Ja. We vertrekken over 7 minuten en daarna over 19 minuten, dus we kunnen daarna pakken. En die gaat rechtstreeks Achter die halt dus. En we moeten uitstappen bij Camden Market. Is goed. Ja, toch? Ja. Maar hij rijdt wel een beetje om door die dingen, zeg. Door de carnaval. Ja, maar dat maakt me niet op. Ja, het is leuk hoor, ja, het is weer minder. Ja, nice. Ja. Lekker. Leuk. Daar heb ik geen jas bij, of wel? Ja. Oh shit, ik heb geen jas bij me. Oh, je zou die vest, die oh ja, die sjaal, ja. Ja. Ik ga nog even een sjaal pakken, want ik wou geen jas mee. Ik wou geen jas mee, want mijn jas is net even iets te dik, want ik heb mijn leren jas van de Sarah mee. Korte kromte van Sarah. En ik wil eigenlijk gewoon even alleen een sjaal. Dus ik ga even alleen een sjaal van mijn tante lenen. Als ik hem eraf krijg. Wacht. Ah, shit. Oep. Deze sjaal is ook eigenlijk best wel gigantisch. Maar het is wat het is. Zijn ze klaar? Hey. Oh ja, ja. Ik heb gewoon een zwart jurkje aan, mijn basic zwarte jurkje. En ik heb een zwarte jumpsuit aan. Basic jumpsuit van mijn tante is echt basic leuk. Basic zwarte jumpsuit. Echt hè? Weet je wat? Wat je bent, wat heb jij aan? Lega. Ja, toch? I'm a survivor. I'm gonna give up. Ja, ik had nooit zoveel mensen gezien in mijn leven, net. De straten waren zo druk. Maar het is wel heel leuk om te zien. En hele leuke, mooie outfit. En ik wil echt toch nog een keer dansen in de stoet. Dus we'll see. Ah, zijn we beneden? Nee, boven zijn we gaan. Oh, oké. Okay. Oh, nee, beneden. Oh. We zijn in het metrostation voor het eerst in Londen. Het is hier best wel diep.
Het is dieper dan bij ons. Wij hebben eigenlijk ook niet zo heel veel metro's. Maar ik ben hier met mijn nichtje. We gaan de metro pakken terug naar het hotel. Mijn tantes, die scheidluizen, die durven niet in de metro ondergronds. Dus ze zijn met de bus. En ja, een hele diepe gang. Let's go. Oh mijn god, het is warm hier, hè? Wow. Je zou denken ondergronds, je zou denken het is kouder. Toch? Ja, dat je een cardio erin, want het heet het nog lang lopen. Ja. Maar ik vraag me af of ze ook trams hebben of zo hier. Ik denk het niet, hè? Nee, nu is het echt niet trams. Ik heb geen trams gezien. Ik heb alleen bus gezien. Ja. Maar geen trams. Ja. Wij hebben trams. Ja, wij hebben van alles. Ook van Blackpink. Ja, Blackpink. Moeten we deze pakken? Saus. Ze eten het echt als saus, maar echt gewoon. Ze zijn helemaal gek van ranch. Ja. Oh, hi guys, we zijn op de kamer. Ik heb voor het eerst in mijn leven ranch geprobeerd. Het is gewoon een beetje een salad dressing. Volgens mij is het ook salad dressing. Het is heel waterig ook, daar moet ik wel even aan wennen. Maar ik heb Five Guys. En mijn nichtje eet Wingstop. Even die zak, ja, Wingstop. Ik heb Five Guys. Ik moest echt even eten, daarom ben ik al begonnen. Ik heb zo'n honger. Ik drukte ergens op, dus let maar niet op mij. Maar ik had zo'n honger. Dus ik ga nu lekker verder eten. Maar we zijn lekker aan het eten. En buiten zijn er nog mensen aan het schreeuwen en doen. En we hebben echt super veel Krispy Kremes. Wacht, ik wil jullie laten zien. Kijk, we hebben echt gewoon 4 dozen. 2 losse donuts. Het is echt, we hebben een hele zak gekregen. It's a lot. Maar ze zijn zo lekker. Het is de lekkerste donut die ik ooit in mijn leven heb gegeten. En ik heb wat donuts gegeten. Dus ja, maar ik ga lekker verder eten. Wij gaan lekker verder eten. Ik zie jullie later of morgen. Doei! Well, we are back in the Netherlands. Oké. Okay. Ik heb watermeloen. Zo lekker. Zo lekker. Hij is ook lekker rood. Oh, hele. Lekker! Maar we zijn home. We are home. We are home. Engeland was zo leuk. Zo leuk, zo leuk. We gaan zeker nog een keer. Misschien ga ik dit jaar misschien nog een keer. Ik weet niet zeker. En anders sowieso volgend jaar ergens. Het was super leuk. Het was. We hebben super veel gedaan, super veel gezien. Maar de dagen waren echt te kort. We zijn voor 3 dagen gegaan. Ja, basically 3 dagen. Wacht, laat me delen. Ja, 3 dagen. Zo'n beetje. En ja, dat was echt te weinig. Dat was echt, echt te weinig. We hebben zoveel meer dagen nodig om alles te zien en zo. Voor mij was het de eerste keer in Londen. Mijn tante, die was al een paar keer geweest. Volgens mij, ik weet niet of mijn nichtje ook al is geweest. Ik kan me niet meer herinneren. Maar het was super, super, super leuk. We hebben Wingstop geprobeerd. Dat was ook wel lekker. Ik vond de kip heel mals. Ik had wel een heet stukje, dus dat was ietsje minder. Maar ja, ik vond het lekker. En we hebben Nando's geprobeerd. Was lekker, was niet. Ik vond het niet, zeg maar, baanbrekend of zo. Het was niet dat ik dacht van, oh my god, dit is het lekkerste wat ik ooit heb gegeten. Dat niet. Maar het was lekker. Het was gewoon lekker. Wat ik wel een dingetje vond was mayonaise vinden. Because I'm like, what the fuck? Eten wij alleen maar mayonaise hier in Nederland of zo? Want overal is de mayonaise gewoon shitty. Weet je, dus ja, dat is wel een beetje shitty. Ik was wel blij dat Five Guys, ik ben naar de Five Guys daar geweest. Ook gewoon lekker. Maar ik was wel blij dat hun Heinz mayonaise hadden. Want dat hebben ze hier dus ook. Nou, dat is gewoon prima. Maar ik miste gewoon echt mijn mayonaise. Als we dan ergens gingen eten, ook bij Nando's, hadden ze niet echt. Ja, ze hadden wel een mayonaise, maar die smaakte heel yoghurtachtig. Dus
Ja, maar ja, ze hadden wel Heinz ketchup gelukkig. If there's no mayonnaise, ketchup will save the day. En jullie weten, I'm obsessed with sauce. I'm the sauce queen. I like me some sauce. En heel vaak is het saus met mijn eten in plaats van eten met mijn saus. En ja, dus maar ja, ik vond het echt super, super leuk. Het was echt een hele, hele leuke trip. De mensen zijn daar aardig. Hele, hele aardige mensen. Het zal wel niet overal zijn hoor. Maar wat ik heb meegemaakt in die paar dagen dat ik daar was. Iedereen was super chill, super beleefd. Ook in de winkel, super behulpzaam. Gewoon echt great. De openbaar vervoer was ook nice. Super, super, super nice. We moesten wel een beetje uitvogelen hoe het werkte en zo. En ik denk dat het echt een mindfuck was dat alles de andere kant op reed. Zo, dat was heel, heel, heel... Maakte alles echt heel storend. Maakte alles heel, helemaal door de war. Het feit dat, dat je die kant op moest. Je moet die kant op, maar dan... Ja, het was echt... Het was even wennen. Ik denk dat toen wij, de dag toen wij weggingen, was ik er nog steeds niet aan gewend. Dus ik denk dat het wel even kost om daar aan te wennen. Dat alles de andere kant op gaat. Wat ik ook al vond is, we hadden voor het eerst een metro gepakt daar in Engeland. Ze zitten way dieper dan hier. Bijvoorbeeld in Amsterdam, als ik daar met de metro ga, dan zit hij niet zo, dan zit hij niet zo diep. De metro zit wel gewoon wat dieper onder de grond. Maar daar leek het echt gewoon kapot diep onder de grond. Dus, want je moest echt zeg maar een roltrap af. Nee, je moest een trap af, een roltrap af. En daarna had je nog meer trappen die je niet had. Daarna had je een hele lange gang. Volgens mij kon je dat zien in de vlog. En daarna weer een trap naar beneden. Dus het was best wel een eindje dat ik dacht van wow, oké, hij zit wel heel diep. Maar ook zeg maar... Als jij maar een paar minuten hebt om jouw metro te halen, dan haal je dat niet hoor. Want je loopt wel even naar de halte zelf. Zeg maar naar het perron zelf loop je wel eventjes. Dus ja, en we hebben uitgevogeld hoe de OV daar werkt, zeg maar. OV-chipkaart daar werkt. En hun hebben... hoe heet het nou? Ik had net heel de tijd de naam in mijn hoofd. Oystercard volgens mij heet het. Ja, we hebben dan die Oystercard. Toen hadden we allemaal zo'n Oystercard. En die is voor altijd goed. Die moet je gewoon opladen wanneer je daar bent. Dus het is ook wel chill. En volgens mij was die ook net als hier iets van 7 pond of zo. 8 pond of zo, zoiets. En super, super chill. Ik vond, er waren daar ook heel veel agenten. Want het was Notting Hill Carnaval. Er waren daar heel veel agenten. Die waren ook hartstikke behulpzaam. Want we hebben echt twee moeten vragen van de weg. En wat moesten we doen. En dit waren ook hartstikke behulpzaam. Hartstikke gewoon chill. En het was super, super leuk. Ook waren er wat nare dingen gebeurd toen we daar waren. Omdat het was natuurlijk druk. En heel veel mensen waren dronken. Dus waarschijnlijk hebben ze lopen vechten en doen. En... dus dat was wel een beetje naar. Maar gelukkig, wij waren niet op bepaalde plekjes. We gingen echt, zeg maar, waar de menigte was, daar gingen we dan juist van weg. Weet je wel, we zijn ook echt maar 2 uur op de carnaval geweest. En verder is, zijn we gewoon lekker ons eigen ding gaan doen. Ik heb Steve Madden schoenen gehaald. En we zijn naar de M&M's winkel gegaan. Zo, zo, zo leuk. Volgens mij heb ik daar ook wat van gefilmd. Zo leuk, de M&M's winkel. Ja, vond ik echt een hele leuke ervaring. Hele leuke winkel. Het hele leuke spulletjes. Ik heb M&M's gekocht, maar ik heb ook een mok gekocht voor mijn vriend. En een beker voor mij. En mijn tantes hadden echt custom M&M's laten maken met een foto van... De ene tante had een foto van mijn neefje. De andere tante had een foto van haar aanstaande. Haar fiancé en zij... En mijn nichtje had van een van onze andere nichtjes en zij samen voor haar. Het was super, super leuk. Super leuk. Het was echt een super trip. Ik ben zo blij dat ik ben gegaan. Ik ben ook blij dat ik dat kon doen met mijn tantes. Ja, het is gewoon leuk. Leuke herinneringen ook. Ja, het is gewoon super. Ik vond het echt heel erg leuk. Zeker voor herhaling vatbaar. Wat ik al zei. Misschien ga ik dit jaar nog. En anders volgend jaar sowieso. Volgend jaar ergens sowieso. Dus ja.
Ik ben weer thuis. Ik moet even de was doen. Well, it's back to... Back to life. Back to reality. En op naar de volgende trip, denk ik zo. guys. Well... Ik zie jullie in de volgende video, denk ik. Ik heb sowieso, wil ik nog een vlog, dus wil ik nog een haul doen van alle dingen die ik daar heb gekocht. En sowieso komen er andere video's nog. En we gaan er gewoon weer tegenaan. Leuk. En ik heb trouwens ook een heleboel leuke suggesties. Ik had trouwens wat suggesties gekregen voor leuke video's. Die heb ik op de lijst gezet. Kijk, sommige dingen. Ik ben best wel in real life... Nou, dit is real life, maar toch. Ben ik best wel... Laat het zo zeggen, buiten YouTube ben ik best wel een privé persoon. Dus bepaalde dingen zou ik nooit doen, denk ik. Althans, nooit. Niet nooit, maar bepaalde dingen zou ik niet zo snel doen. Maar heel veel dingen sta ik wel gewoon open voor. Ik wil ook weer mukbangs terugbrengen. Maar dan gewoon beter, minder eten. En gewoon, ja, normale porties, weet je wel. Waar we lekker kunnen kletsen over van alles. Ik heb nog wel wat verhalen van vroeger over daten en zo. Dus dat is ook wel leuk om te delen. Misschien herken je jezelf daarin of heb je dat ook wel eens meegemaakt. Allemaal andere leuke video-ideeën die er zeker aankomen. Ik ga weer klusjes doen in huis, want ik moet wassen. En ik moet van alles doen. Ik moet alvast eten klaarmaken voor vanavond. Dan kan ik lekker iets eten. En ik ga lekker mijn meloen opeten. Oh, zo lekker. Ik hou van watermeloen. En ik zie jullie in de volgende. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Als je het leuk vond, doe lekker een duimpje omhoog. En subscribe. En ik zie je in de volgende. Love you guys.